uitzending via 91.2 FM. Dit is Radio Vraneker met het laatste nieuws uit de stad. Goedemiddag, we zijn nu weer live vanuit Vraneker met een extra nieuwsuitzending over Sinterklaas. Wij hebben geprobeerd contact te leggen met de stoomboot van Sinterklaas en dat is gelukt. Volgens Sinterklaas kan er helaas dit jaar naast de intocht van Vraneker ook in Nij-Altona geen intocht plaatsvinden vanwege corona. Maar een flap uit Piet wist te vertellen dat hij wel een belangrijke envelop in Nij-Altona af moet leveren van Sinterklaas deze week. Het heeft alles te maken met wat er dit jaar nog wel kan en de nieuwe coronaregels, volgens de flap uit Piet. Dit was nieuwsgierige Nelly vanuit Vraneker. Over en uit. Ah, Piet, we zijn er weer. Ah, ja, Nij-Altona. Ja, even kijken. De teken, Piet. Kijk daar. Ja, de kerk. Ja. Oh, ja, weet je nog wel, wij zijn daar een keer met de Sundabs geweest. Ja, speelde het korps om op ons te wachten. Ja, hoe heette dat korps ook alweer? Blaas. Blaas de bazuin. Ah, ja. Ja, maar die gaan wij toch openmaken. Nee. Nou... Nee, doen het niet. Mag niet. Nou, dan gaan we bij de kerk kijken of daar iemand is. We kunnen hem dan openen. Ja, oké. Okay. Waar is iedereen dan? Piet? Waar zijn ze? Ik zie hier wel een trompet van Piet. Oh, ja, corona, hè? Dat mag niet. Spelen, Piet. En dan kom jij, dan maken we ons eigen feestje, oké? Okay? Komt-ie. Hoe klinkt dat, Piet? Dat klinkt geweldig, Piet. Zo kun je er doorgaan. Ja, maar die envelop moeten we nog steeds wegbrengen, hè? Maar als hier alles op slot is, waar moeten we dan naartoe? We gingen toch altijd naar de Utwiek toe? Oh ja, kerk. De Utwiek. Ja. Oh, dat zal dan daar zijn. Dan gaan we daarheen. Ja. Kom, Piet. Als daar iemand is, dan weten we wat erin zit. Dat is waar, ja. Ja, yo, Piet, hier doen we het. Hier is niemand, kijk. Moeten we dat wel doen? Ja, waarom niet? Ja, weten we het. Ja, maar misschien is het voor veel meer mensen. Ja, je hebt gelijk. We moeten het niet doen. Nee, oké. Het ziet er wel heel donker uit, Piet. Ja. En de deur is ook nog op slot. Maar waar moeten we dan naartoe? Er zit hier nog een gebouw wat best wel bekend is. Oh ja, de school. De school, ja. Kijk, als we daar de kerk, daar, dan is daar de school. Ja, dus dan moeten we die kant op. Ja, dat is dan die kant op. Nou, laten we dan hopen dat daar wel iemand is. En als er bij school niemand is, dan maken wij de envelop open, oké? Okay? Alleen als de school niemand is. Alleen als er niemand bij school is. Dan mag je hem openmaken. Ja, doen we. Kom. Ah, hier is de school. Ja, eindelijk. Hey. Kan hier iemand wel zijn dan? Nou, de brandlicht. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, volgens mij zag ik iemand lopen. Ja, daar komt iemand. Ja, volgens mij. Er brandt wel licht, Piet. Even aankloppen. Misschien ja. Oh, daar is iemand. Gelukkig. Ja. Hey, dag Piet. Hallo. Dag juffrouw. Hoe maakt u het? Hartstikke goed. Ja? Ja. Willen jullie ook naar binnen? Of... Ja, graag. Ja, wij hebben hier iets. En ook een hele belangrijke brief. Oh. Wat voor brief? Ja. Dat weten wij niet. Wij mochten hem niet openmaken voor Sinterklaas. We moesten het echt afgeven aan iemand. Mag ik hem openmaken? Nou, als denk het wel, want wij zijn ook benieuwd wat erin zit. Nou, ik ben ook wel heel benieuwd. Eens kijken. Lieve kinderen in Nij-Altena, wat vind ik het jammer dat ik niet samen met jullie een enorm feest kan hebben in de Utwiek. Maar jullie zullen dit allemaal best begrijpen.
Ik heb daarom besloten om op een veilige manier in Franeker in het geheim aan te komen. En dit heb ik voor jullie laten vastleggen op film. Franeker is de stad van de gemeente Waardhoeken en de burgemeester heeft mij daar een mooie slaapplaats aangeboden. Ik vind het alleen wel erg jammer dat ik jullie nu niet kan zien bij de intocht. En daarom heb ik iets leuks voor jullie bedacht. Wat zou het zijn? Ik heb Piet opdracht gegeven om in Nijaltena een aantal gluurpietjes te verstoppen. Nou, niet aan jullie... ons dan. Nee. Jullie kennen dit nog wel van de berenjacht. De scorebriefjes zitten in deze envelop. En deze mogen jullie inleveren op het adres wat erop staat. Sint wenst jullie veel plezier bij het zoeken van de pietjes. Veel liefs van Sinterklaas. Maar als ik het dus goed begrijp, juf, dan moeten de kinderen een soort met speurtocht doen. Ja, dat denk ik ook. Oh, is dat alles? Wij denken dat het heel groot en heel belangrijk geheim is. Is het een speurtocht? Ja. Wat leuk dat de kinderen een speurtocht kunnen doen. Ja. Ja, en dat door het hele dorp heen. Ja. Een winkel in Nijaltena? Ja. Nou, dat geloof ik niet. Ja, maar kijk, dat is een verkoop. Kijk wat daar hangt, Piet. Oh, wat is dit? Dan. Zou dit het begin zijn van de speurtocht? Ik denk het wel. Kinderen, veel succes met de speurtocht.